Hoewel het ministerie van Regionale Ontwikkeling veel werk heeft verzet om het binnenland tot ontwikkeling te brengen, is dit gebied nog steeds achtergesteld. Dat zei minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. De minister voerde aan dat er inmiddels een integraal ruraal ontwikkelingsplan is opgesteld om de achtergestelde gebieden in het binnenland versneld tot ontwikkeling te brengen. Mevrouw de voorzitter, we gaan verder met het integraal ruraal ontwikkelingsplan. Het integraal ruraal ontwikkelingsplan is bedoeld om op uitgebreide en versnelde manier de minder ontwikkelde delen van Suriname, voornamelijk de rurale gebieden en het binnenland, duurzaam tot ontwikkeling te brengen. De vier geïdentificeerde regio's zijn Apura en omgeving, Atjoni en omgeving, Sneesi-Kondri en omgeving en Stoelmanseiland en omgeving. Voorzitter, we hebben gezien dat alleen opstallen, daar bouwen, geen daadwerkelijke ontwikkeling brengen. Dus we hebben het gekoppeld aan een stukje productie. En in het plan hebben we dus 7 agrarische projecten opgenomen. Te weten het stimuleren van de cassaveproductie en de verwerking te Atjoni, Stoelmans Eiland en Sneesi-Kondri. De productie en verwerking van hooglandrijst te Atjoni. De pomptailproductie en verwerking in Apura en het Kotika-gebied Marowijne. De verwerking afzet van krapa-olie in Apura en de verwerking van maripa-olie te Stoelmanseiland. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om het grondenrechtenvraagstuk op te lossen, zei de minister verder. Ik zal beginnen, voorzitter, met grondenrechten. Voorzitter, op 22 januari 2018 is het stappenplan in zaken wettelijke erkenning grondenrechten der inheemse en andere in stamverband levende volken in Suriname gepresenteerd aan de Raad van Ministers, RVM. De RVM heeft haar goedkeuring gegeven aan het stappenplan en het bijbehorend budget. Op 29 juni 2018 heeft de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiré Delano Boutersen, een brief overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Teddy Doty, waarin hij schriftelijk zijn goedkeuring hecht aan het stappenplan en tevens de minister vraagt over te gaan tot uitvoering van eerder genoemd plan en wel in deze regeertermijn. Conform het stappenplan vond op 30 november 2018 de installatie plaats van het managementteam, het secretariaat en de 3 technische commissies, wetsvoorstellen, demarcatie en bewustwording. Dat was minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée.